Casanvirio. Goed gewacht. Vrije man is Lopez. Negen man van Willem II achter de bal. Nieuwkoop wil de bal voor de doelkoppen. Hier was de kans voor de omhaal voor Jiménez. Maar deze zit er ook schitterend in. En dan is het Milambo die scoort voor Feyenoord. Was al trefzeker in de wedstrijd onder Johan Cruijffschaal tegen PSV. En maakt nu het eerste doelpunt van dit seizoen in de Eredivisie voor Feyenoord. Daardoor de omhaal mislukt. Voor Santiago Jiménez valt de bal goed voor Milambo en die denkt niet heel lang na. Goed, de bal meteen verlengd. Kans, Jiménez. Dat was een hele snelle treffer geweest in de tweede helft. Uitstekend gedaan door Nieuwkoop. En dit is de eerste echt grote kans voor Santiago Jiménez in deze wedstrijd. Daar is Quinten Timber. Milambo eraf. En Hajmoussa komt in de ploeg voor Ivan Uzet. Paschal. Hansko komt. Kan koppen en van dichtbij de grote kans. Nu is Nieuwkoop dichtbij. Feyenoord verdient de overwinning. Maar het verschil slechts één doelpunt. In de 82e minuut en hier gaat de bal erin. Het is een doelpunt voor Willem II. Eerst gekopt door Vaassen. Treft zeker gekopt. En vervolgens krijgt hij een rechtse directe van Wellenreuther te verwerken. Zerouki. Zelf en de lat geraakt. Wat een verrassende poging van Ramiz Zerouki. Die heel veel pech heeft. Vijfde minuut van de extra tijd. Hansko. Raakt de bal niet vol. En dan is het afgelopen. En laat Feyenoord het behoorlijk liggen op de eerste speeldag van het seizoen. In een wedstrijd waarin het heel lang veel beter was dan Willem II.